Bij de Surinaamse Bank aan de Havenlaan was het vandaag een enorme drukte. Het blijkt dat ondanks de stijging van het aantal COVID-19 besmettingen niet iedereen de maatregelen in acht neemt. Op videobeelden is duidelijk te zien dat niet een ieder zich houdt aan de sociale afstand van 2 meter die wordt aangeraden om besmettingen te voorkomen. Vanuit de banken zijn er ook geen initiatieven genomen om de mensen op afstand te houden. Anders was het bij de Republic Bank aan de Van het Hogerhuisstraat. Daar werden maximaal 3 mensen tegelijk in de bank toegelaten, terwijl de rest buiten wachtte. De veiligheidsmannen van de bank zorgden ervoor dat de mensen die buiten stonden de afstand van 2 meter in acht hielden. In zijn laatste toespraak heeft president Bouterse benadrukt dat de lockdownmaatregelen wel versoepeld zijn, maar dat bepaalde COVID-19-regels nog steeds gelden, zoals het dragen van een mond- en neusbedekking en zoveel mogelijk afstand van elkaar houden.